Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er ligt een laagdrukgebied in de buurt met meerdere kernen. Eén daarvan is overgetrokken in de vorm van bewolking en regen en onweersbuien Vannacht veel regen gevallen. En daarna wordt het even wat droger om vervolgens vanavond, vannacht en morgenochtend de volgende kern over te krijgen. In de ochtend dus op veel plaatsen toch wel wat gespetter, maar vaak ook droog weer. Vanmiddag is het nog wat vaker droog met een beetje zon erbij. Het westen blijft gevoelig voor wat regen. Het wordt daar 12 graden tegen 16 in het oosten van het land. De wind is zuidelijk en waait stevig door. Vanavond neemt de wind in het westelijke kustgebied nog wat verder toe. En dan neemt ook de kans op neerslag weer toe. Temperaturen dalen tot rond 10 graden. Vannacht nog wat verder. Morgenochtend trekt dat lage drukgebied weg. Nog steeds veel wind, langs de westkust met name. Die wind neemt in de loop van de dag wat af en dan wordt het ook geleidelijk droger met een klein beetje zon erbij. Temperatuur is mager, het wordt maar 12 graden. Woensdag wordt het 16 graden met zonnige perioden. Later op de dag meer bewolkingen van het westen uit in de avond en nacht weer even wat regen. Maar donderdag knapt het weer snel op met zo'n 14 of 15 graden op de thermometers en flink wat zon. Vanaf vrijdag gaat het kwik verder omhoog.